Groningen. En vandaag laten we jullie een kamer zien aan de Verlengde Herenweg. De Verlengde Herenweg ligt ten zuiden van het centrum. Het centrum zit ongeveer op 10 minuten fietsen. Het Zernikenterrein zit ongeveer op 15 minuten fietsen. En voorzieningen zoals een supermarkt en andere winkels zitten in de nabije omgeving. Dat zie je ook achter mij hier. Gaan jullie mee naar binnen? Dan laat ik jullie de kamer zien. We zijn aangekomen op de eerste etage. Op de eerste etage bevindt zich als eerste de gezamenlijke badkamer. Dus daar gaan we eerst even kijken. Nou, als eerste is hier het toilet. En achter het toilet bevindt zich de douche. Ook op de eerste etage bevindt zich de kamer, maar die laat ik jullie zo even zien. Want we gaan eerst even naar het gezamenlijk dakterras. Aangekomen op de tweede etage. En hier is het dakterras. Nou, zoals je ziet is het een erg ruim dakterras. Waar je veel plezier kan hebben in de zomer. Dan gaan we nu weer een verdieping naar beneden om jullie de kamer te laten zien. Aangekomen in de kamer. Als eerste bevindt zich hier een waterfontein waar je je tanden kan poetsen. En daarnaast is ook gelijk de keuken. Je hebt wat opbergruimte en een wasbak. En hiernaast kan je je koelkast en gasfornuis plaatsen. Gaan we even door naar deze kant. In de kamer heb je twee ingebouwde kasten. Eén aan deze zijde en één aan die kant. Dus je hoeft ook geen kledingkast meer neer te zetten. Nou, hier heb je plek voor een tweepersoons bank. En hier achter mij zie je dat er voldoende ruimte is voor een tweepersoons bed. Je hebt ook een leuke nis met een mooie raampartijen. En dan gaan we iets door naar hier. Hier heb je nog plek om je eettafel neer te zetten. Dus er is voldoende ruimte in deze kamer. Dan ga ik even de video met jullie afsluiten. Mochten jullie geïnteresseerd zijn in deze leuke kamer, kijk dan vooral even op onze website en laat daar je reactie achter. En hopelijk zie ik jou bij een van onze bezichtigingen.